dit is nog niet klaar. We moeten nog veel te veel patiënten veilig naar een ander ziekenhuis gebracht worden. Dan pas is mijn missie hier klaar, denk ik. Zolang er nog geen duidelijkheid is over een eventuele doorstart, werken doktersassistentes Lea en Claudia door. De polyklinieken zijn nog open en de stroomvragen van patiënten over wat nu lijkt oneindig. Maar de onzekerheid over hun eigen toekomst begint hen langzaam ook parten te spelen. We worden nu gewoon door midden gehakt en ja, ineens ben je... Je bent al je zekerheden van je werk kwijt, van je collega's, je omgang met je collega's. En ja, dat vind ik wel heel frustrerend. Het is een soort rouwproces waar je in zit, hè? In de fases van het rouwproces. Eerst is het een complete shock, ontkenning, woede. En daarna pas acceptatie. Nou, ik zit nog helemaal in woedestand. In de tussentijd moeten medewerkers hun eigen uniformen wassen. De personeelsruimtes worden nauwelijks nog schoongemaakt en patiënten krijgen vaak de benodigde medicatie niet. Gisteren werd op het Museumplein gedemonstreerd om aandacht te vragen voor de zaak. Dit kan en mag in de toekomst nooit meer gebeuren. Dank je. Ja, het was een zeer emotionele bijeenkomst. Voor mij de eerste keer een demonstratie georganiseerd. Heel veel betrokkenheid en nu moet de bal gaan rollen. Nu moeten we doorpakken en moeten we doorgaan met demonstreren voor betere zorg. Het personeel heeft geen goed woord over voor hoe zorgminister Bruins dit alles heeft kunnen laten gebeuren. Dat is zo pijnlijk dat je je jaren, dag in dag uit inzet voor de patiënten en dat je dan op deze manier wordt afgeserveerd. Ja, dat maakt je boos. Liefst ga je naar hem toe en trek je hem uit zijn kantoor. Maar laten we dat nog maar niet doen. Dit weekend werd bekend dat er tientallen gegadigden zijn om het ziekenhuis of een deel daarvan over te nemen. Volgens de curatoren wordt daar eind van de week meer over bekend.